Maar goed, hè, nu we er toch zijn, gaan we verder met de uitzending. En we hebben direct iets fantastisch. Groot nieuws. Gordon wordt weer papa. Ja, ik weet precies waar het over gaat. Maar ik laat eerst even de beelden zien. Ach, wat erg weer. Nou, guess what? Papa stem is dit, hè? Pff, zo verschrikkelijk ordinair allemaal. Spannend. Ik word weer papa. Nou, godzijdank weten we allemaal dat het een hond is en geen kind. Dat zou allemaal verschrikkelijk zijn. Maar dit is ook zo erg, hè? Hé. Hey. Oh, een Louis Vuitton. Ja. Halsbandje. Ik kan niet wachten. Nou, dat hondje wel. Die hoopt heel lang te wachten. Maar ik zal je wat vertellen. Dit is dan die man, die Gordon, die dus bij Talpa werkt. Die in elke afklikkliniek van Europa en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika heeft gezeten dat er bestaat. Maar die is wel welkom bij Talpa. En die loopt te snotteren toch dat zijn koffiezaakje niet helemaal lekker gaat. En die koopt dan een hondenriemetje van 450 ballen. Nou, het spijt me hoor. En daarbij laten we eerlijk zijn. Deze man heeft nu een hondje omdat hij zich verveelt. En straks verveelt hij zich niet meer. Ik ga de hondje zo... Omdat hij de papa tent weer uit. Hij wordt papa. Flik het toch op, man. Dat is verschrikkelijk. En dit is het hondje. Op. Het is een schitterend beest. Nou, dat is wel lelijk als woorden zelf. Toto. 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 Uit de Wizard of Oz. Kijk, dat wordt een schatje. Oh, het is een schatje. Hallo, Toto. Oh, en Toto denkt alleen maar... Jezus, wat is dat voor een lelijke hond? Oh, jongens, wat een vreugde is dit. Ja. Echt zo leuk. Zo schattig. Ja, dat is dus het hele probleem. Dit soort mensen. Yeah. Oh my god. Helemaal verliefd. Ja, helemaal verliefd. Kijk, het grote verschil is tussen al die schandknaapjes die Gordon heeft gehad en het hondje, is dat die schandknaapjes zelf weg konden rennen na een week. Omdat ze helemaal gestoord van die idioot werden. En Gordon en Toto, die moeten er maar mee doen. Maar is toch liefde dit? Dit is helemaal geen liefde. Kijk dan. Bipolaire gek. In de afgelopen 6 jaar heeft Gordon 400 puppies, als puppies deed hij ze vaak al weg, versleten. Zijn laatste hond Reus was een chihuahua. Die deed hij weg omdat hij gedragsproblemen had. Gordon wijst zichzelf niet aan als schuldig, want dat kwam door het hondje. Ja, natuurlijk. En dat is dus het hele probleem met mensen zoals Gordon. Dit soort types moeten geen huisdieren nemen. Of in ieder geval, die kan misschien wel een goudvis nemen. Als hij een keer niet doorgesnoven is, dan kan hij één keer per week wat vissenvoer in die kom flikkeren. Maar dan houdt het wel op. Een wandelend takkie misschien. Misschien een kat, als er een kattenluikje in zit. Zodat hij buiten kan jagen om zijn voedsel te vinden. Maar een hond heeft namelijk iemand nodig die voor hem zorgt. En als iemand iets niet kan, als hij namelijk een coke-junkie is en een bipolaire mafketel, is het zorgen voor iets. Dus niet op tijd eten, niet op tijd wandelen. En als je dat dus die aandacht niet geeft aan een hondje, dan wordt het hondje kloterig. En dan zeg je, nou dit is een rothondje. Weg, neem nou wel een nieuw hondje. Of een of andere jochie. Of dan gaat hij weer een vrouw en dan neemt hij weer een kind. En dan heeft hij weer gewoon een reu op zijn achterlip. Ik word helemaal doodziek van die gozer. Ik heb dus dat gesprek gehad met Talpa. Ja. Hij snuift niet meer eens mee, David. Nee, ook niet minder. Het zou trouwens wel heel grappig zijn als Gordon een drugshondje zou nemen. Dat iedere keer als Gordon dan een snuifje neemt, dat hondje begint te blaffen. Nee. Zo'n getrainde hond. Ja, zo. Hallo. Hallo. Ik ben Van Dennen. Wat wil leren.